Yo kijkers van Watchjacker, welkom bij een nieuwe Let's Build van Helm's Deep. Zoals jullie in de vorige afleveringen hebben gezien, zijn wij bezig gegaan met de Hornbug samen met generaal, kapitein, admiraal Dennis. Joi. En we gaan nu met de kop bezig en er moeten nog horens uitkomen. En ik heb weer mijn camera in deze stand staan, dus we gaan even gewoon beginnen. Ik heb de blokken weer in mijn hand. Gaan we een bok maken dan, dat er horens op zitten en een kop? Ja, dan noemen we het niet meer de Hornbug, maar dan noemen we het gewoon Horn Ale. Wat wel een nadeel is dat die vijfhoekig is, maar ik ga weer even internet, het betrouwbare internet erbij pakken. En dan gaan we weer even kijken. Maar die top moet dus ook vijfhoekig zijn, want dit is meer een zeshoek dan een vijfhoek. Dan was het een zeshoek, mijn fout. Ik ben soms even de tel kwijt. Oké. Hoe laten we deze stukken dan naar binnen komen? Want dat moet natuurlijk ook nog. Moet het allemaal op dezelfde hoogte of maakt het nog een beetje uit seconde, wat er gebeurt? Seconde, lijn. Kijk weer, dat is altijd zo. Oh, deze is heel duidelijk. Ja, is die duidelijk? Deze is heel chill. Oh. Klopt dit zoals ik het doe? Hier lijkt het ook zelfs, als je van vooraf bekijkt, lijkt het meer zelfs een vierhoek. Een vierhoek, oftewel gewoon vierkant. Ja, zoals vierkant. Zoals elk mankerblokje. Als je het zo kijkt, zo hoort hij. En dan hoort er in deze hoek, zeg maar, waar ik hier sta, hoort een horen te zitten. En dan hier. En die beginnen ook echt, denk ik wel, op deze hoogte waar ik hier die lijn heb gemaakt. De constructie. Ik hoop dat hij nog een beetje goed uitkomt, want het komt allemaal dichter bij elkaar. Het is nat! Weet je wat je dan denk ik moet doen? Dan moet je dit bijvoorbeeld steiler maken. Ik denk dat dat wat... Ik kan het ook gewoon zo doen, hè. Kijk. Dan valt het nog wel mee. Of je moet hem steiler... Dan laat ik hem hier weer eentje naar binnen gaan. Ja, anders ziet het er niet echt symmetrisch uit. Hij moet wel rond uitkomen, hè. Ja, precies. Even een cirkeltje maken aan de bovenkant. Hij is rond aan de bovenkant, dus. Oh, hij is echt helemaal rond? Ja. Ja, vijfhoekig. Zeshoekig bedoel ik. Zeshoekig. Okay. Ja, ik had het ook op bij mijn eigen video. Ik zat de hele tijd voor plaats een Hobbit en Showcase, zei ik heel dat mod showcase. Holy shit, Dennis. Je liet gewoon in je favoriete afleveringen van The Lord of the Rings, Hobbits. Nou, dat is een showcase, Middle-earth. Oké, maar wacht even wel. Nou, hoe je het nu doet, dan moet hij wel heel veel steiler. Want kijk hoe ver ik nou kom. Nou, dat mag toch? Dat klopt. Ja? Hij zit toch één naar binnen toe? Ja, moet dat dan? Ja. Dan komt hij precies uit hoe je hem nou hebt gedaan, hè? Ja, wacht even. Of je doet hem gewoon recht omhoog. Ja, zo. Ja, dit kan wel. Dan kun je hem bijvoorbeeld, je hebt hem hier één laag zitten. En dan maak je hem bijvoorbeeld daar juist eentje hoger. Ja. En ik moest vandaag ook voor het eerst naar Den Bosch, naar school. En het was vanochtend zo fucking rustig op de weg. Helemaal nergens last van. En terug was het gewoon echt fucking druk. Ik heb zelfs een oude vent gezien, die liep gewoon stug door over het zebrapad en die werd bekant door de achterkant, door de oplegger van de vrachtwagen geraakt. Maar het was echt letterlijk net niet. Die vent gewoon niet. Nee, die vent had echt fucking veel geluk. Weet je wat ik vandaag heb gedaan? Ik moest 11 uur beginnen en toen ben ik maar naar iets gaan kijken en dat heet Fear of the Walking Dead. En dat is een soort van sidetrack story van... Walking Dead? Ja, en het is best wel goed om te zien hoe je dat er gewoon nog van die andere verhalen bij zitten. Ik vond het echt wel best wel marvelous. Marvelous? Yes. Ja, het zag er echt heel goed uit, want het is een beetje een soort van verhaal wat past bij The Walking Dead. Het is eigenlijk gewoon een soort van hoe kwam eigenlijk gewoon die, of hoe verspreidde die ziekte zich? Want The Walking Dead is natuurlijk gewoon een soort van zombie disease, zo moet je dat zien. En dat maakt het eigenlijk best wel goed, want nou weet je ook een beetje wat er gebeurd is. Want in The Walking Dead is het zo dat als jij die gaat kijken, dan zit je in één keer al midden in die wereld. En dit is nog een beetje van, iedereen ging nog gewoon normaal naar school toe, iedereen werkte nog. Dat was dan een aparte serie, of? Ja. Nice. Ja, ik vind hem echt wel goed hoor. Ik ga hem sowieso verder kijken, maar er zijn op dit moment best wel veel series die mijn aandacht trekken. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik kijk op een moment, nu op een moment niet zoveel series. Ik ben nou voornamelijk, ik wil binnenkort een keer even alle Lord of the Rings opnieuw gaan kijken. Alweer? Nee, ik heb in de vakantie wou ik het doen, alleen heb ik niet gedaan omdat de kwaliteit zo slecht was. Maar ik wil eens een keer een 1080p bekijken, als dat gaat lukken.
Waarom download je niet al die dingen gewoon? Of, nee, maar je kan ze via Popcorn Time. Als ik dan die film kijk, dan download hij hem automatisch. Alleen dat als je de verkeerde download hebt, dan doet hij het niet. Ja. Want dat ik we dus mogen helemaal niet over downloads dus praten, hè? Want dan zijn we illegaal bezig, jongen. Nee, iedereen weet Popcorn Time. Nee, niks gezegd. Ik koop altijd films. Ik ben een lieve jongen. Popcorn Time is illegaal. Illegaal, zeg ik je. Kijk, weet je waar ik nou echt nog op zit te wachten? Op een dik vet salaris van de Jumbo. Nee, ik weet niet bij de Jumbo. Een dik vet salaris zou wel fijn zijn. Maar ja. Nee, ik wacht echt gewoon puur op nou die extended version van The Hobbit. Ja, die komt eind november, toch? Of niet? Volgens mij wel. Of hij kwam eerder uit. Nou, niet in december. Ze zeiden dat hij de keer wel eerder zou komen. Normaal is het altijd december. Maar... ja, je weet het maar nooit met... ik weet niet, Lucasfilms heeft die dingen toch gemaakt? Of wie? Nee, Warner Bros. Oh, Warner Brothers. The Brothers of Warner. Maar dat logo is toch eigenlijk... of dat bedrijf is Lucas, toch wel... Lucasfilms is van Star Wars, hè? Ja, Lucasfilms is van Star Wars en er was nog iets. Maar dat weet ik niet meer, dat is al echt wel heel lang geleden. Oké, zo. En die doen we hier zo. Kijk of dit nice is, zoals je... ja, een beetje de opvulling, maar komen er nog meer raampjes in of doen we het gewoon zo laten? Ik zou niet te veel raampjes doen. Nee, ik bedoel, denk je dat je vanaf deze hoogte echt goed kan schutten, denk je? Ja, maar dan doe je er bijvoorbeeld gewoon tralies in. Kijk, gewoon iron. Nou, ik ga nou dit aan de binnenkant doen en dan kijk dat ik er van een afstandje dit eruit ziet. Dat ja, je mag ze ook weer detail gaan toevoegen, want het komt er niet echt mooi uit te zien zoals ik het nu zie. In ieder geval, vandaag had ik een tour opgenomen van Let's Tour door Zephyrin met White Harbor die ik had gemaakt in jouw land. Serieus? Wat? Ja. Hey, jij mag niet in mijn land komen zonder toestemming, hè? Oprotten met die camera. Nee, ik heb dat hele dorp voor jouw land gemaakt. Ik heb dat hele dorp in zijn land gemaakt, want zeewanden zijn een beetje moe op dit moment. Ja, nee, weet je, het is volgend seizoen, ga ik ook weer doen. Dus dan weten jullie het alvast, volgend seizoen doe ik ook mee. Is dat een belofte? Ja, dat is een belofte, want ik heb met mij net al overlegd wat ik ga doen en dat gaat misschien ook best wel vet worden. Maar we gaan nog niet spoileren, hè? Nee. Oké, okay. Ja, ik heb hoge verwachtingen in ieder geval. Ja. Ik weet niet hoe het met de rest zit. Ja, ik ga proberen kijken of ik een beetje kan werken met Sony Vegas. Moet ik nog een beetje discoveren hoe dat precies werkt. Misschien dat jij het ooit een keer kan uitleggen. Oh, daar heb ik vast wel een keer tijd voor. Want ik heb bijvoorbeeld, ik werk nu altijd met Camtasia. Kijk, het is ideaal voor renderen, want het is echt binnen een uur nog klaar. Uploads binnen een uur klaar. Maar je kunt er heel weinig effecten in gooien, echt. Maar weet je wat ik nog wel aan jou wil vragen? Daar heb ik eigenlijk nog geen tijd voor gehad. Ik wou echt vragen of je misschien een intro kon maken. Want je had bij jou wat jou... met deze serie die had van je had met deze serie echt zo'n coole Lotter intro. En ik wou dat echt gewoon zoiets ook. Maar ik kan dat niet maken. En dan echt iets met Erebor lijkt me echt fucking vet. Oh, dat kan ik wel een keer voor je maken hoor. Dat is echt een kleine moeite. Zou echt fijn zijn. Want ik bedoel, die voor jou was afgevallen. Ja, dan zie je die intro. dan zit je gelijk echt helemaal weer in de sfeer. Ja, ik vond dat liedje zo goed. Het is eigenlijk gewoon een hip-hop liedje van The Lord of the Rings. Ja. Ik vond hem ook wel vet. Ik vind hem echt zo wel vet hoor. Vooral deze kant, zo van die toren, echt met een raam eronder. En dat is echt gewoon nice. Ik vind het wel iets hebben van... of de bovenste stuk heeft wel iets weg van... hoe heet dat? Van Isengard. Nou, Isengard heeft ook weer een hele andere kleur. Ja, andere kleur, maar gewoon de bouw. Dat moeten we ook eens afmaken, hè? Ja, maar dat is puur alleen maar de landscape. De rest is al wel af, hè? Ja, dat klopt, ja. Want we weten nog niet in welke age we hem eigenlijk willen doen. Anders moeten we de bomen gaan planten. Ja, maar ik denk, omdat het ook al best wel laag is, dat het niet echt slim is om daar echt van die caves te gaan maken, want dan zit je onder bedrock. Ja, dus het wordt waarschijnlijk bomen planten, dus dan moeten we even wat custom trees gaan zoeken die er ook echt gewoon bij passen. Kan ook omdat het wel verdorde bomen zijn, of dat... Ja, dat kan ook nog. Ja, maar echt wat jij zei, dat gaat niet. Want, ja, helaas niet. Jij hebt mij ooit al verteld, en dat wist ik eerst echt niet, dat je door World Halls, als je die gaten maakt, dat je dan de server daar van over de zij kan raken. Ja, klopt. Wist ik niet. Nou, ik weet het nog van toen ik en mijn broertje hadden toen een keer de server. Want ja, ik heb zelfs nog een broertje. De meeste mensen denken van, oh, what the fuck, waarom ga je dan niet gewoon challenge met broertje opnemen? Zoals elk kanaal op YouTube tegenwoordig doet. Ik ga het niet doen hoor. Ik heb er ook eentje, ga ik gewoon niet doen.
Ja, ik ben nog wel van plan om een keer wat op te nemen met mijn broertje. Maar mijn broertje die zei wel van, ik wil een keer een video met je opnemen. Maar hij zelf is die niet echt van de gaming YouTube. Hij kijkt wel Markiplier en zo, allemaal van die Engelse kanalen zijn dat. Maar hij kijkt niet, godsamme, dan weet ik niet. Echt van de Nederlandse kanalen. Ja. Ja, echt lachen. Ik vind die echt een keer niks. Ik was gisteren dus naar Zwolle geweest. En er was een gast bij, en ik weet niet van welke, die zat bij mij in het land. Maar die had ik geband, omdat die gewoon echt fucking inactief was. Kuch. En toen? Weet je wat het was? Hij kende geen één Nederlands kanaal. Hij kende David en daar bleef het bij. Want ik bedoel, Just Ronald kende die niet. De Vakonov kende die niet. Hij kende Gio en Ties kende die niet. En dacht echt zo van, jij kent echt maar er zijn ook nog wel veel. Er zijn eigenlijk echt nog wel veel kanalen in Nederland die bijvoorbeeld heel veel mensen nog niet kennen. Zo heb je bijvoorbeeld gewoon kanalen zoals SchoonoxNL. Die zijn ook nog niet echt gigantisch geweldig bekend in Nederland. Nope. Op zich, ik vind het op zich wel, als ik dat wel zie, dan heb ik eigenlijk wel echt de feeling van ik heb wel zin om echt weer iets lotten te bouwen, meestal. Ja. Vooral bij zijn PME-video's, dan kwam hij toen bij Erebor en dan denk je echt van ik moet er een keer even iets van maken, dat hij weer een keer kon kijken. Ja. Een beetje de motivatie voor mij. Dat is bij mij wat heel vaak mist in het project. Als ik geen motivatie heb, dan krijg ik er geen zin meer in. Ja, op dit moment ben ik zelf ook wat minder druk op deze bouwserver, want King Wars vraagt echt veel aandacht op ja, dit ik moment. Ben er ook mee bezig, maar ik doe dat echt op mijn gemak, want ik moet zelf, dat ding moet ik in seizoen 3 sowieso af hebben voor mezelf en ik denk dat het voor mij dat ook gewoon fijn zou zijn. Mhm, dat klopt. Hey, je ziet ook steeds hoe hoger we eigenlijk komen, des te meer we eigenlijk of sneller naar boven komen, want het wordt steeds dunner, zie je dat? Dat is wel grappig. Ja, ja dat moet ook. En die hoeken zijn echt puur van echt heel dik steen, als je een foto erbij zou hebben. Ja, ik heb geen foto helaas bij me. Ja. Ik doe het echt allemaal gewoon puur uit mijn hoofd bouwen. Ja, en ik doe een beetje de extra, dat dit een beetje klopt. En ik doe ook veel uit mijn hoofd natuurlijk. Ik bedoel, die vorm hier heb ik net ook mijn kop uitgedaan. Nee, soms een beetje de kleine dingen even controleren. Ja, want je hebt vandaag ook natuurlijk een video opgenomen van The Hobbit, oftewel van Hobbiton bedoel ik, sorry, ja. Of Peg Ant. Ja, en die ga ik ik weet niet wanneer jij deze uploadt, maar ik ga hem denk ik morgen erop zetten, dus dat is op dinsdag. Ja, dus dan staat hij online als deze online ja. Is geweest, want deze komt denk ik woensdag, gaan we deze online gaan. Ja. Dus misschien want, dat jullie... Ja, deze moet nog even worden geëdit en dan heb ik daarnaast ook weer voor school druk bezig, want ja, zelfs school is weer begonnen. Ja, voor mij ook. Nieuwe school, nieuwe mensen. Ik ken nog amper mensen van mijn klas. Wat me opviel, wat ik best... Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik bedoel, ik doe een interieuropleiding en timmeren natuurlijk. En er zitten toen ook 3 meiden bij ons in de klas. Of in ieder geval niet bij mij, maar die doen wel dezelfde opleiding, want ze zijn in 2 klassen verdeeld. Ja, ik heb ook hetzelfde eigenlijk, want ik heb wel veel meiden bij mij op een chemische of een chemische opleiding, laboratorium en procestechniek opleiding. Ja, maar ik heb ook wel veel meiden in de klas. Ik bedoel, timmer, hè? Echt ja. Timmer, ja. Nou, ik werk bij de leenbakker en daar, hoe heet het, toen waren wij ook aan het verbouwen en daar liep ook wel vrouwelijke bouwvakkers tussen. Dat is wel ja, je heel ziet grappig. Er steeds veel meer, maar dat komt omdat de bouw ook op een moment... Ik denk over een paar, nou is het nog allemaal slecht, maar over een paar jaren komen er zoveel mensen in tekort, hè. In ieder geval ja, want het is nou wordt het begint dat ook te vergrijzen. Mijn ja. Opleiding is eigenlijk ook gewoon puur een opleiding waar je moet gaan zitten. Hé, hey, er is een Galadium 2 bij je. Maar, dat is ja, er zijn gewoon veel mensen die op dit moment op veel sectoren waar vergrijzing plaatsvindt. En daar moeten ze wat nieuwere mensen voor nu gaan opleiden. Alleen dat doen ze niet. Want ze willen nergens jongeren aannemen. In ieder geval, dat is zo ik het weet, want ik ben al bij 6 bedrijven geweest. En ze zeggen allemaal dat ze geen vaste krachten meer aan willen nemen. En dat is bij een bouwbedrijf? Of, nou, gewoon echt bij heel veel bedrijven. Niet bij bouwbedrijven, ik ga niet de bouwen. Ik ga interieur doen. Oh. En ik ben al echt in de buurt bij best wel bedrijven geweest. Maar het is allemaal van, ja, dat gaat niet. 1 bedrijf, daar had er al 2, dus 3 waren te veel. Ja. En, ja, dus... Zo blijf je zoeken en zoeken, maar het was wel bij 1 bedrijf wat ik net zei, van 3 is te veel, zei er wel van, nou in de stageperiode, als je dat ons mailt van wanneer die stageperiode is, ja, dan zou er een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, want met stagiaires slaan ze nooit af, want waarom niet? Dat is gewoon een gratis werkkracht voor die mensen. Ja, nou niet alle bedrijven doen ook aan stagevergoeding, dus die denken van ja. Gratis kracht, geeft ze helemaal niks, ze hebben voor me gewerkt.
Nou, ja. Ze denken ook wel van, ja, ik kan ze beter gewoon een kleine vergoeding noemen. Dan hou je toch een beetje je eigen naam wel hoog. Maar ik weet wel, zeg maar, mijn opleiding is ook voor mensen die bijvoorbeeld nooit getimmerd hebben. Dus voor mij, ik denk dat voor mijzelf het begin wel vrij makkelijk zal zijn. Omdat ik bedoel, ik heb al die vorige school, de middelbare, heb ik al wel wat voordingen er al gehad. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik nog alles weet, maar ik weet al wel wat, om het zo te zeggen. Een beetje met de machines en alles en... Ja, hoe gaan we eigenlijk die zijkanten doen? Want dat wordt wel vrij pittig, denk ik. Dan ga ik nou kijken, als we die hoek hebben, dan kunnen wij de rest... Ja, gewoon flippen. Yep. Dan ben je zo op de top. Maar kijk eens hoe hoog die al is, man. Want hij is heel breed. Hij moet echt heel hoog zijn. Hij moet bijna, dat heb ik toen gezegd, van die buitenste muur die hier staat, moet die 5 keer zo hoog zijn. En van de binnenste ring is van 3 keer. Dus daar zit hij echt wel... Maar klopt hij zo wel? Want gaat hij nou niet te stijl door? Of... Nee, eigenlijk moest er vanaf het onze stuk al. Maar wij hebben hem eerst onderaan toch nog eerst naar buiten gehaald. Hij is echt heel stijl. Die horens, ja, die zijn echt gigantisch. Uit, we moeten die horens, die zitten eigenlijk van het stuk waar we nou bouwen op de helft. En dan gaan ze helemaal naar boven. Dus ze beginnen heel wijd. En... Alleen van wat voor blok wil je die maken? Want, weet ik niet, van... het is een beetje donker metaalachtig iets, toch? Hij zit zeg maar, laten we zeggen, hij begint hier of zo. Dus dat is een beetje... idee dat we die van orksteel maken of zo. Orksteel. Of blijkt oerksteel blok. Moet je maar eens kijken, steel. Ja, ik denk wel dat we een verschillende soorten blokken. Wel een blok wat ook slabs heeft, lijkt mij. Oh, je hebt ook slabs. Dus, nou, dan kan je beter, denk ik, brick. Wat is heel donker. Je hebt misschien wel van dwarven brick of zo. Of van. Ja, of je moet dus black gondor brick gebruiken. Ja, ik denk dat dat wel een goede is. Black Gondor. Laten we die maar doen. Oké, dan ga ik even Gondor prikken. Allemaal bijpakken. Even kijken. Gracht zoeken. Even zien. Hoe gaan we dit doen? Gondor. Oh, nee. Wow. Dit moet ook even anders. Gondor. Slap. Dat is echt al heel ver, jongen. Ja. Holy shit. En dan het fort eindelijk, hè, waar iedereen eigenlijk een beetje op zit te wachten. Ja, oh, ik wil dat ook wel graag bouwen hoor, want dat is natuurlijk gewoon het plekje waar je, wat je gaat siegen, want dit is puur nog eigenlijk een siertoren. Mm-hmm. Maar daarachter begint het dan eigenlijk gewoon, hier begint straks gewoon echt puur de siege, want daar gaat het om. Je kan hier wel in, want volgens mij kunnen we hier wel de main spawn in maken voor de verdedigende partij, dat ze hier dan uit kunnen rennen en dan die hele muren kunnen barricaderen. Maar weet je wat mij ook leuk leek, want we zijn nou allemaal aan het bouwen en dat we misschien ooit in de tussentijd dat we nog aan het bouwen zijn, ooit een keer een event houden. Dat we gewoon bijvoorbeeld een battle naspelen vanuit de film, dus de Battle of Paranormal Fields dan bijvoorbeeld niet, want ik bedoel, jij bent daarmee bezig, dat is jouw geheim projectje, dat is jou. Maar ik dacht van, we zouden ooit bijvoorbeeld de Battle of the Five Armies doen, want iedereen kent de gate al, dus voor de rest maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. Daar had ik het met Aaron vandaag ook al over. Of we kunnen het ook een keer doen, omdat we bijvoorbeeld gewoon de Battle of Helm's Deep gaan doen. We kunnen ze ook wel allebei doen, daar hebben we de tijd voor. Ja, misschien dat het er nog een keer aankomt dan. Maar dan moeten we eerst de plugins hebben geregeld natuurlijk, want dat is natuurlijk echt vrij pittig om te doen. Yep. Ik zit even te kijken met de vorm, hij is moeilijk. Horens. Maar je begint nu al met de horens? Okay. Ja, ik zit even te kijken, want het is wel echt een ingewikkeld ding om te maken. Het vervelende is dat als ik hier aan de zijkant bezig ga, dan ben ik voornamelijk bezig met een, hoor dat, met stone brick. En uiteindelijk moet ik dan wat gaten gaan maken om het Met die horen is het hieronder natuurlijk, want het geluid moet eruit komen. Ja. Hier zit een beetje een cilinder in. Wacht even. Kijk of ik hem gelijk kan beginnen. Daar vanuit het midden, hier vanuit het midden. En dan. Deze. Hier zit een beetje een. Je moet natuurlijk al wat steiler gaan lopen. Ja. Zo. Weet je nog dat we vroeger toen voor PM. Project Minecraft, ja. Ja. Dat we toen nog wat voor hun wilden bouwen. En dat hadden we zo'n plaatje laten zien, ik weet niet meer waar dat van was. Volgens mij de Game of Thrones hal was dat. Oh ja, ja. Alleen we hebben toen nooit meer iets. Ik heb letterlijk toen nooit mail van hem gehad. Nooit. Reactie, helemaal niks. En dat is meestal zo, hè? Want die jongens zijn natuurlijk druk. En die dat had ik met Boy of Frost ook. Alleen blijkbaar was het zo dat in die tijd heel de mail plat lag. Daardoor ben ik eigenlijk ook niet in Boy of Frost beland. Maar later dacht ik ook van, ik zat toen daar en daarbij. Toen dacht ik van, ja, het liefste eigenlijk doe ik het gewoon niet meer. Want ik ben nou voor het, zit ik bij zoveel dingen. En dan heb ik daar eigenlijk voor het ene weer geen tijd. Ik vind zelf het idee van een bouwteam is heel leuk.
maar het neemt zoveel tijd in beslag. NLG, bouwteam, zouden we eigenlijk ook wel gewoon graag bij hebben. Zelfs Mindit zouden ze in de bouwteam willen hebben, hè? Uh-huh. Dat is ook wel grappig. Maar ja, hij kan ook wel redelijk inrichten en bouwen. In ieder geval, je ziet hem altijd wel heel druk met zijn storyline, maar hij heeft liever natuurlijk dat andere mensen het voor hem gaan doen. Yep. Mijn het kennende. Ja. Hello, kan je dit ik had laatst maken? Ook gehoord dat iemand zei van dat mijn het wel iemand is als iets bijna of gewoon niet af is. Dat ze echt dat hij blijft zeuren van je moet het afmaken. Dat ja, maar hij blijft pushen. Maar hij doet het echt goed, want King Wars bestaat nou al een tijdje onder zijn leiding ook al. Volgens mij al bijna een jaar, want in augustus of zo was toen die seizoensfinale van Ties. Ah, dat is wel een verleden. Nou, ik dacht ook op die gathering, hè, toen over de van de Zolle, dacht ze van, eigenlijk is het best raar, hè. Nou loopt er bijvoorbeeld iets van 40 man achter Ties en Gio aan. En ik herinner me nog wel vorig jaar op de gathering, op de YouTube gathering, dat er maar één fan bij liep. En dat was ook echt gewoon iedereen. Ja, er was zo'n klein jochie of zo. Ja, dat is een klein jochie. Continu bij. Dat was echt geniaal. Ja. Dat was alle aanhang van Ties en de rest... Ja, ik weet nog wel, toen hij in het begin werd heel erg gehaat door DDG, puur omdat hij het concept van Kingdom nadoet. Maar weet je, ik vind het zelf zo, als je een Kingdom-serie hebt op je kanaal, het gaat toch natuurlijk om de roleplay. Het gaat er niet om dat je wil concurreren met andere servers. Ik vind het altijd wel leuk dat mensen zeggen van King Wars is 10 keer beter dan Kingdom. Maar eigenlijk maakt het me niet zoveel uit, want Kingdom is Kingdom en King Wars is King Wars. Er zitten verschillen, maar je hebt ook King Wars, ja. Die doen alle namen hetzelfde en dit en dat en dan... Is ja. Het toch wel weer ongeveer hetzelfde. En bij ons is het zo dat er een heel andere... Oh, Leon, dat gaat hem niet worden. Ja, ik dacht al, want dat ding moet naar buiten. Kun je hem anders hier bijvoorbeeld niet zo met dit gewoon zo schuin af laten lopen? Dat hij zo'n soort hekje afloopt, of zo schuin? Als jij dat wilt doen, want dan ga ik dit even decoreren, want het is ook nog 10 keer niks. Ja, help me want daar. Want die horens die lopen naar beneden toch, of niet? Ja? Die horens lopen toch helemaal naar beneden? En dat is het zo. Uiteinde wat ik nou maak. Doe. Alleen het is echt een... Oh nee, dat is van Erebor. Deze is echt van... Er komt eerst een heleboel stof uit. Ja, gewoon puur omdat dat ding gewoon niet... Maar wat is eigenlijk het doel van die horn geweest? Ik denk echt gewoon puur om de charge te geven. Een charge vanuit de fort. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat denk ik. Het zou best kunnen hoor. Ik vind The Lord of the Rings vind ik heel leuk om naar te kijken, maar het is niet echt mijn favoriete ding. Ik vind het wel leuk om dingen na te maken en zo. Oh, ik weet dat ik nou echt aan het vloeken ben. Yes, you have thrown fury on my head and I'm gonna kill you soon. No, you won't, because then you will have to do all the build stuff in your own. No, I won't. Yes, I will have my little friend Gollum with me. You mean Lucas? Do you want to help me, Gollum? Yes, precious, we want you. Yes! We want to help, only we want to find your precious. Dan is de gekke man. Gekke man, ja. De man die alles kan. Ja, en de naakte mannen. De naakte mannen. Ja. Of de kracht van de naakte mannen. De kracht van de naakte mannen. Kracht van de naakte mannen. Echt, bij die, ook in Zwolle, iedereen, zeg maar, ik ben nou de naam van het kanaal, ik kwijt echt slecht. Van Bart en van al die andere gasten, van Dion en weet ik veel wie. En ik kom even niet meer op de naam tegen alle YouTubers waar ze aan het schreeuwen, keihard schreeuwen en ze moesten per se... Abonneer. Ja, nee, ik zei het er ook tegen, ik weet nog wel zo van, ja, weet je nog, toen we bij de Efteling waren, toen waren jullie niet bij, hè? Ik en Leon in de Python. Abonneer op Watchjagger! ik zei ook zo wel van, ik weet wel wat er was gebeurd als mijne erbij was. Abonneer op Watchbagger! Nee. Ja. Oh, wow. Ja, dat is echt gewoon Mindit. Dat was echt geniaal. Nou, Mindit zei van misschien dat we in de winter nog een keer met z'n allen kunnen gaan. In de winter Efteling. Ja, of ja, winter Efteling, dat is ook wel leuk. Ja. In de wintervakantie. Ik ben zelf nog nooit ook naar de winter Efteling geweest, dus ik vind het zelf ook wel leuk. Dan vind ik wel dat het moet sneeuwen, want anders is het natuurlijk niet echt gezellig. Of er zullen wel heel veel attracties dicht zijn, maar nee, 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 nee. Als het goed is, ze zeggen dat alles open is, zo ik heb gehoord. Maar daarom ben ik ook nog nooit naar de winter Efteling geweest, want ik heb er eigenlijk... Winter Efteling, no sense to me, because I don't know anything. At all.
Oké, we hebben nu bijna deze kwart af. Holy shit, man. Ziet er wel real uit. Echt wel baas. Nou, ik zit tussen pijp. De laatste stuk wordt echt meer een pijp. Alleen hij is hier een beetje te... Maar deze opening moet sowieso zijn, toch? Of niet? Ja, dat is eigenlijk echt om het moet, kijk, zo laat. Je kunt op zich die muur nog wat decoreren, maar ik zou er niet te veel van. Ik zou het alleen wel als je iets tegen die muur doet met kobbel doen. Want dat is echt een plek waar veel schaduw in valt. Ja. En dat het echt het geluid eigenlijk kwijt kan, om het zo te zeggen. Ja, dus dan moeten we dit een beetje wat opbollen. Ja, bijvoorbeeld. Dat het geluid naar buiten gaat eigenlijk. Ja, zo van... Kijk, als een zwarte piet hier probeert in te komen, dan kan hij gewoon via deze kant. Via de, niet door de schoorsteen, maar gewoon door de hoorn. Ja. De hoornbak. Ja, ja, ja. De hoornbak. Ik snap eigenlijk ook niet precies het nut van de hoornbak. Ik denk gewoon puur dat het is eigenlijk om de charge te geven in battles. Echt gewoon, ja. En dan loopt er zo'n groep met Uruk-hai, loopt hier naartoe. En dan zijn wij eigenlijk zo van, blaas op de hoorn. Het zal ze afschrikken. Oh nee, die hoorn is veel te krachtig. Laten we wegrennen. We kennen nog dat filmpje, ik weet niet meer van welk kanaal dat was. Zo van, and in the ninth grade, I stole a penis from my classroom, from my classmate, van Shadows of Mordor. Echt, dat was een van de geniaalste Shadows of Mordor videos die ik ooit gezien had. Ik ken die ook nog wel. Ja, die was echt wel geniaal. Als je nu die inkijkt hebt van die hoorn, denk ik wel dat het er gewoon goed uitziet. Ik denk wel echt dat je bij die hoorn moet je echt zoveel mogelijk kobbel doen, daardoor het een beetje... Ja, kijk maar, ik heb hem al af. Ja, maar ik bedoel hierboven bij mij, dat ik ook een beetje... Kwalitatief er goed uitziet. Dat het net niet in de altijd heen wordt verkocht. Maar om eerlijk te zijn, Dennis, we zitten alweer op een hele lange tijd dat we aan het opnemen zijn. Ik ga even snel kijken hoe lang. Oh, we zitten al op 27 minuten, dus we gaan sowieso stoppen in deze aflevering. In ieder geval bedank ik jullie voor het kijken naar een nieuwe aflevering van de Let's Build. Dus vonden jullie dit leuk, doe dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog. Kijk natuurlijk ook even op het kanaal voor Dennis om de Hobbit, wat was het ook alweer? De Hobbit Showcase. Want ik ben daar nou 8 uur mee bezig geweest. Ik dacht van, ik moet even iets laten zien. Dus het is eigenlijk een beetje het begin, het is nog niet af. Dus. Ja, we hebben echt wel best wel veel, man. Ik vind hem er wel sick uitzien. Echt mijn complimenten naar jou toe, Dennis. Ja, jou ook, man. Wij maken samen gewoon de gekste dingen, man. Ik denk dat we hier nog wel 10 afleveringen mee bezig zijn. In ieder geval bedank ik jullie dus nog verder voor het kijken. En abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. En laat even in de comments achter wat jij vindt van dit kasteel. Wat jij eventueel nog zou willen zien. Dat wij gaan bouwen voor jullie. Want dan gaan we dat zeker doen. Want het is ook moeilijk wat we hierna gaan maken. Ja, ik heb al best wel veel goede suggesties gezien. Dus ik zit er al een beetje over te twijfelen. We gaan even, Dennis en ik gaan even met z'n tweeën kijken wat we sowieso gaan doen. Mm-hmm. Maar dat zien we in ieder geval nog wel een andere keer. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!